De jongen op de voorkant heet Toon Kramer. En het is een jeugdfoto van Toon, want inmiddels is Toon 89 als ik jullie dit vertel. Hij heeft heel vaak regelmatig piloten gered die ergens neerkwamen in Brabant of in Limburg. Hij raakte in het verzet in de Peel en dat is een streek precies op de grens van Brabant en Limburg. Hij heeft dat zo goed gedaan dat hij na de oorlog een soort diploma, zegt Toon zelf altijd. Maar hij heeft een oorkonde gekregen van de president van Amerika. Omdat hij hem zo dankbaar was dat Toon dat hele bijzondere werk heeft gedaan. Nou, Toon heeft niet alleen piloten gered, maar hij heeft ook aan grote verzetsacties meegedaan. Treinen laten ontsporen die dingen vervoerden voor de Duitsers. Voorraden van de Duitsers in de brand gestoken. En dat allemaal met gevaar voor eigen leven. Ik heb Toon meerdere malen geïnterviewd. We zijn samen op reis gegaan. En hij heeft me de plekken uit die periode laten zien. En dat verhaal heb ik opgeschreven, zijn verhaal in verzet tegen de vijand. Dus als je wil weten wat Toon allemaal gedaan heeft in de Tweede Wereldoorlog, moet je het boek maar lezen. Ik vind Toon een echte held, want hij heeft iets gedaan terwijl andere mensen vaak aan de kant bleven kijken. Dus ik heb enorm veel bewondering voor Toon.